bij de Knitting in een podcast. Dit is een breipodcast en ik ben Yvonne. Het is vandaag aflevering 54 alweer. Welkom bedoel ik. Goedemorgen mag ik zeggen. Het is morgen. Hier is het woensdagochtend 20 november. En ik ga weer met jullie bijpraten over wat ik allemaal aan gebreid heb de laatste 2 weken alweer. Ik heb natuurlijk een koffie in mijn Londen mokje dit keer. En ook water, ook in een Londen grote mok. Het is heel koud buiten. Het is wel heel iets minder warm of koud dan gisteren helaas. Gisteren dinsdag ging ik 's morgens weg op de fiets naar mijn vader. En toen was het heel erg aan het regenen. Of misaregen en heel koud. Ik was natuurlijk net iets te ver van huis en toen dacht ik, oh, ik had wel een hoofdband om mogen doen. Maar die had ik dus niet omgedaan. Wel een sjaal, handschoenen natuurlijk. Maar de hoofdbanden waren nog niet, die lagen nog niet klaar. En ik had het heel koud. Dus ik dacht wel, ja, dat moet je gewoon standaard nu in je fietstas doen. Of bij de deur leggen, want dan pak je dat ook. Nou, het was echt nodig, want later op de dag, toen ik terugfietste van mijn vader, sneeuwde het, natte sneeuw weliswaar. En het was heel koud. Ik heb het lang niet zo koud gehad om te fietsen. Oh, ik dacht echt, wow, wanneer ben ik thuis? Ik had mijn winterjas wel aan natuurlijk. En maar goed, het was een koude fietstocht. Ik was helemaal drijfnat en daarna dacht ik ook, heerlijk, ik doe het allemaal uit. Ik doe het in de was, want ook mijn winterjas was helemaal doorweekt en mijn broek en alles gelijk in de was gedaan. Het gaat straks nog in de droge doen. Maar dat terzijde. En ik was wel blij. Ik dacht, oh, dit is echt zo lekker. Die novembermaand is toch ook steeds meer een favoriet van mij. Dat je echt, het is heerlijk koud. Guur koud. En vroeg donker. Ja, ik vind het helemaal niet erg. Dan heb ik heerlijk het gevoel dat ik niet meer weg hoef. Dat ik lekker thuis mag blijven. En natuurlijk kunnen we dan lekker gaan breien. Ik neem nog een slokje koffie. Ik zal nog even een kleine update geven over mijn rug. Dat gaat inmiddels een stuk beter, gelukkig. Ik zit nog wel onder de pijnstillers. Ik heb wel wat afgebouwd al. Want ik ga natuurlijk dit weekend naar Knit to Purl toe in Breda. En ik wil niet het risico lopen dat ik voor dat weekend de medicijnen afbouw en dat ik dan daar ineens weer heel veel last krijg. Dus ik heb afgesproken met de dokter dat ik het sowieso slik tot en met zondag. En dat ik het daarna ga afbouwen, want dan pas weet je eigenlijk hoe het echt gaat. Ik denk dat ik het nu wel heel erg onderdruk. Maar ja, zenuwpijn is ook wel weer iets wat je niet kunt pijnstillen, laat maar zeggen. Maar ik denk wel dat de scherpe kantjes er van afgaan. En 2 weken geleden was het zo erg dat heb ik eigenlijk nog... Zo erg en zo lang heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Het was echt een wake-up call voor mij. Dat ik het gewoon rustiger aan moet doen. En nou is dat heel moeilijk natuurlijk. Hè. We hebben allemaal onze huishoudingen en beslommeringen. En ja, het is gewoon heel moeilijk om de balans steeds te zoeken. Van doe ik nu niet veel? Want vaak als je het veel doet, krijg je pas de dag erna dus een last. Of 2 dagen daarna. Op dat moment gaat het allemaal nog wel. En daarom is het super moeilijk om de grenzen aan te geven. Ik heb mijn VU-sjaal even omgedaan als reminder. Ik wil graag op het Knit to Purl to Festival met iedereen met de VU-sjaals op de foto. Iedereen die mee heeft gedaan aan mijn knit-along voor de VU-sjaal en die naar Knit to Purl to gaat, wil ik oproepen om 1:30 bij de steeg te komen. Ik heb begrepen uit het filmpje van Sarah dat 1:30 bij de steeg, dat noemen ze de steeg. En daar staat, als het goed is, de caravan, de oude caravan van Sarah. En daar kun je Truida Baas vinden. Truida Baas, die altijd mooie woorden voor ons heeft. En zij zit in die caravan samen met haar dochter. Ze verkoopt ook nog, haar dochter heeft een heel leuk kaartje gemaakt van de sok van het Knit to Purl to Festival. En Truida heeft daar een mooie tekst aangegeven, dus je kan dat kaartje ook kopen. Dat is te koop. Ik geloof wel dat iedereen die binnenkomt, er krijgt er ook één. Maar ja, ik wil er eentje voor mijn notitieboek en eentje voor mijn handwerkboek. Dus koop ik er natuurlijk ook één. En dan steunen we ook de dochter van Truida, want die heeft dat zelf ontwikkeld. Heel erg leuk. Maar nou wil ik dus jullie vragen om 1:30 bij die steeg te komen. Ik denk als je daar eenmaal binnen bent, dat je wel begrijpt van, oh ja, dat is daar.
bij de caravan, dus de oude caravan van Sarah. Nou, iedereen, als het goed is, als je naar Nitterpeul toe gaat, volg je Sarah en weet je waar ik het over heb. En dan wil ik een groepsfoto maken met onze sjaals. Dus vergeet hem niet mee te nemen. Misschien heb je wat anders gebreid aan voor het festival. Maar vergeet vooral niet je VU mee te nemen. Je kan dit natuurlijk ook gewoon als knit-to-purl-to-item gebruiken. Want we hebben hem in september gebreid. Oh ja, ik was het alweer bijna. Was het alweer bijna kwijt. September. Dus 13:30 bij de steeg op het Knit to Purl to Festival gaan we proberen om zoveel mogelijk mensen met de VU-sjaals op de foto te krijgen. Heel veel zin in dit weekend. Ja, superleuk. Ik heb nu echt zoiets van, kom maar, huppatee. Ik wil weg. Ik ga naar Breda. Ik ga al een nachtje eerder. Dus ik heb wel lekker ruim de tijd om rustig naar Breda af te reizen vrijdag. En ik zit gewoon wel een beetje op heetkolen. Ik denk, nou mag het wel zo ver zijn. Heel erg veel zin om velen van jullie weer te zien. En misschien ook heel veel nieuwe mensen te zien. Maar goed, dan moet je me wel even aanspreken. Want als ik jou nog nooit eerder heb gezien, weet ik natuurlijk niet wie jij bent. Heel erg leuk. Niet allemaal tegelijk, zeg ik altijd. Maar goed, als het goed is, hebben we daar gewoon de hele dag de tijd voor. Er zullen ook wel plekjes zijn waar je even lekker weer gaat zitten, kletsen, breien. Nou dat. Ja, dan ga ik mijn koffietje opdrinken en dan gaan we beginnen. Het is hier trouwens in Twente. Het zou mogelijk wit kunnen zijn als je vanmorgen wakker werd, maar dat was het helaas niet. Het was weer net iets boven nul. Het zal wel heel koud zijn. Ik ben nog niet buiten geweest. Dus het witte laagje was er niet. Ik had wel stiekem gehoopt. En ik zag wel, dat vind ik dan echt zo'n ongelofelijke domper. Op mijn telefoon staat dat het zaterdag 4 graden en nog steeds is volgens mij 4, 5 graden met regen. En zondag wordt het 16 graden. 16 graden. Dus dan reis je terug naar Hengelo en dan heb je al je sjaals en dingen om. En dan is het bijna, kun je bijna beter je bikini meenemen. Dus hoe dan? Dat vind ik dan al zo'n domper. Ik ben al zo blij met die lekkere kou. En dan, ja, volgens mij gaat het ook heel hard waaien. Maar goed, ik heb nog niet verder gekeken. Ik kan ook niet kijken nu, want ik zit op mijn telefoon op te nemen. Dus dat. Ja, laten we beginnen. Anders wordt het een te lange intro. Ik heb wel even weer notities gemaakt. Ik hoop dat het allemaal lukt. Even kijken, heb ik dat nou? Ja, net zo pult. Toen neem je VU mee. Ja, 13:30 bij de steeg. Dus dat is dan bij de caravan waar Truida zit. Nou, ik heb van deze week 2 finished objects. En 1 daarvan was een hele lange wip. Ik doe even mijn VU af. Want dat was eigenlijk alleen maar om mij eraan te herinneren dat we hem allemaal meenemen. Ja, wat denk je dat ik af heb? Hij staat al heel lang, meer dan een jaar op de pennen gestaan. En het is de Gellis Shawl. Het is een Iers woord, Gellis. En het is de sjaal van Amy Palko. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb het nog niet geblokt. Dat had ik wel willen doen. Want als je... Deze is al heel zacht, maar het is een beetje een rustiek garen. En ja, het advies was inderdaad, als je hem gaat blokken, dan wordt hij nog zachter. En ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik deed hem net om. En toen dacht ik, wil ik hem niet zelf houden? Ik wil hem zelf. Ik had hem eigenlijk, mijn zus weet nog niks, tenzij mijn filmpjes heeft gekeken. Maar ik geloof het niet, want ze heeft niks gezegd daarover. Maar hij is heel fijn als je hem omdoet. Hij is dus best wel lang. Ik ga jullie straks even vertellen over het garen. We gaan nog eenmaal het garen allemaal vertellen. Mocht je hier voor het eerst zijn, dat kan natuurlijk ook. Dan welkom als je er voor het eerst bent. En als je terugkerende kijker bent, ook nog weer hartstikke welkom. Zo'n standaard zinnetje had iedereen altijd zeggen. Kijk, hij is lekker lang. Het was ook best wel best breiwerk, laat ik zeggen. Maar ik heb natuurlijk meerdere projecten altijd op de pennen. Dus deze heeft ook heel lang stilgelegen. Maar wat mij nou opviel en wat ik zo leuk vond. Als je het zo als een sjaal draagt. Of een, ja. Hoe zeg je dit? Dat al die kleuren ook weer samenkomen. Heel erg leuk. Net had ik hem iets anders om. Nou ja, het ligt eraan welke kleur je... Kijk, de donker roestbruin heb ik aan het begin gebruikt. En dan kies je ook een keer een kleur. Volgens mij heb je
5 kleuren nodig. Nou, het is gewoon een soort van andere variant van de colorblock shawl. Zo kun je het ook een beetje zien. En het is echt heel lekker zacht om je hals. Dat viel mij net op toen ik hem voor het eerst even omneed. Dus mijn gele shawl. Ik heb hem vorig jaar, ik heb hem even teruggezocht. Volgens mij begin oktober, eind september al opgezet. Toen, toen had ik het met de dame van de breifiets. Daar heb ik de wol gekocht. Erover. Toen zegt ze, hoe lang doe je erover? Ik weet niet hoe we daar opkwamen. En toen zei ik van, ja, dat ligt eraan. Ik zeg, kan zijn dat ik met 2 weken de shawl klaar heb. Ik zeg, maar ik wist toen dat ik met Steven West Mystery Knit Along mee ging doen. Ik denk, maar het kan ook zijn dat ik hem, dat het er zo van jaar nog niet van is van gekomen. Nou, dat was dus ook zo. Maar dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar ik denk wel, als je deze sjaal gaat breien, dat het leuker is om er gewoon aan door te breien. Want ik moest de hele tijd weer even inkomen met die short rows. Oh ja, hoe moest ik ook alweer beginnen? Want de ene keer, ik kan het helemaal niet uitleggen. Ik kan niet uitleggen hoe dit moest, want het was heel moeilijk. Ik vond het niet moeilijk, maar je moet het wel goed lezen weer. Dus elke keer als ik het weer een tijdje weg had gelegd, dan dacht ik, oh ja, hoe krijg ik nou die punten er ook alweer in? Nou, het is allemaal gelukt, gelukkig. Het enige wat ik heb fout gedaan, dat is het begin. Hier heb ik de ribbels over zo, als je goed ziet, zie je dat? En het hoort... Oh nee, dat is dan niet het begin, deze klopt. Nee, dit begin, die is fout. Deze. Hier heb ik de ribbels over zo en hier over zo. Dus ik heb hier waarschijnlijk te vroeg in een rij, te weinig gebreid. Zodat ik hem op de verkeerde kant erop gezet heb, laat maar zeggen. Verder ben gaan breien. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Het is verder. De vorm is hetzelfde. Alleen dat is wel een beetje jammer. Daar kwam ik natuurlijk pas weer achter toen ik al bij de groene was. Ja, erg leuk. Dus door die scheve stukken. Ja, is een hele leuke manier van breien. Aan elkaar breien met short rows. En ik vond het niet moeilijk. Het is erg makkelijk. Nou, ik ga hem heel even opvouwen. Dan ga ik even de balbands. Of de... Dit erbij pakken. Kijk, dat wordt leuk. Dus een hele mooie herfstkleur sjaal. En het is een patroon van Amy Palko. De Gala Sjaal. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat uitspreek. Het is een Grieks, een Schots woord. Zij heeft dat wel eens een keer uitgelegd vorig jaar in haar filmpje. Toen ik geïnfluenced was om deze te gaan maken, heb ik hem gekocht. En wat ik zeg, als je er lekker aan doorbreidt, heb je hem natuurlijk veel sneller klaar. Ik denk ook best wel dat ik hem misschien in de toekomst met andere wol nog een keer ga breien. Hij is eigenlijk bedoeld volgens mij voor een nog dikkere wol, misschien wel worsted weight. Ik geloof dat Rebecca van de Crea Bea podcast, die had hem ook gebreid toen, een jaar geleden. En toen die had hele dikke wol gebruikt. Die was ook heel mooi geworden van haar. Dus dit is wel zeker een sjaal die ik misschien ooit in de toekomst nog een keer ga breien. Van andere wol. Nou, het zat al die tijd in deze leuke tas van Mieke. Van Quilting Mieke. Dit is mijn grote variant. En daar was ook wel, daar kon alles bij in. De bollen included. Dit heb ik ongeveer over per bol. En de bollen zijn zo groot. Dit is de Millie. Millie van Borgo di Passi. Di Passi, ja. En het is een... even kijken... Het is 50% wol en 25% acryl, 25% polyester. Heel betaalbaar. Zo'n bol kost €4,95. Ja. En je hebt 5 kleuren dus nodig. En daar heb je nog ruim van over. Ik zit te denken, je kan er nog een muts misschien van breien. De kleuren die ik allemaal heb gebruikt. De gele is de 233. Dan hebben we, ik weet niet meer welke wat is, want dat heb ik er dus niet meer aan zitten. Dan heb ik de 221, de 239, even 245 en de... De laatste is misschien wel dezelfde als die andere, want ik weet niet, toch niet. Of wel? 223. Dus 5 bollen heb je meer dan genoeg aan.
Ik had van sommige bollen, oh ja, had ik er eentje extra gekocht. Want die kleuren, ze zeggen, ik weet niet zeker of ik, als ik er een bij wil kopen, of ik die daar nog heb. En van die donkergroene had ik volgens mij één extra. En die van die gele en nog een bol. Maar op een gegeven moment wist ik wel van nee, die twee had ik toch alvast terug doen. Deze heb ik niet terug gedaan, die heb ik dan maar gehouden. Omdat ik vond die gele heel lekker zacht. Ik weet niet, hier wil ik misschien wel een keer iets van maken. Maar wat weet ik nog niet. Dus dat was de gele sjaal. En ja, heb ik dus een beetje lang over gedaan, maar hij is klaar. En ja, ik denk wel dat hij naar mijn zus gaat. En anders hou ik hem lekker zelf. Goed, dan hebben we nog een finished object. Nou, dat was niet zo heel moeilijk. Daar had ik vorige week had ik er al eentje klaar. En diezelfde dag onder het editen had ik nummer 2 klaar. Dat waren mijn handwarmers. Deze handwarmers ga ik wel meenemen zaterdag naar Knit 2, Purl 2. Want nou ja, als we daar de hele dag buiten, of veel buiten zijn en het is wat guur en koud, dan denk ik dat dit heel lekker is. Ja, dit is niet zoveel. Dat kan je ook wel makkelijk, als je het dan zo warm kunt, makkelijk in je tas doen. Hier kan je wel een patatje mee eten. Hoef je je handschoen niet uit te doen. Lekker, de patatkraam staat er namelijk. Onder andere. En ja, blij mee. Leuk breiwerk, maar ik vind het niet zo leuk dan dat ik nu zeg, oh, ik ga er nog even nog een paar. Maar ik vind die duim niet zo leuk breien. Dat kleine rondje met die dikkere pennen. Ik doe het op DPN's. Nou, deze bol, oh ja, even kijken, maar die zat hierin in deze leuke tas van Hobbybags, had ik al laten zien. Mini zakje eraan. En dit is de, ja, ik vond deze kleur zo onwijs leuk. Ik hoop dat ik hier nog sokjes van kan breien, maar ik begin er gewoon bij met de teen. Dan ga ik hem in tweeën verdelen en dan kan ik er nog sokken van maken. En dat was de 6-vacht mijlenwijd. Cosima van Lana Grossa en het is kleur nummer 9620. Ik vond hem wel, als ik heel eerlijk ben, had ik al gehoord via, hij prikt een beetje. Het voelt een beetje prikkerig. Meestal heb ik dat niet met sokkenwol, maar ik had het vorige week even een tijdje aan in huis en dacht, oh ja, nou snap ik wel wat ze bedoelt. Het is een beetje prikkerig. Dus het moet nog uitwijzen, ja, of ik daar tegen kan. Nee, dat kan ik wel tegen, maar dat prikkerige gevoel is niet zo heel fijn. Maar de kleuren zijn fantastisch. Ja, en ik hoop dus nog sokken te maken van de rest. Maar wanneer ik dat doe, weet ik ook nog niet. Maar voorlopig heb ik genoeg andere dingen. Dus dat was finished object nummer 2. Dan heb ik er nog één. De vriendinnen sokken zijn ook af. Volgens mij heb ik dat in de weekvlog al laten zien, maar ik weet dat niet meer zeker. Maar ja, die heb ik al ingepakt, klaar liggen voor Catharine. Want die zie ik zaterdag en dan kreeg ze terug. Dus die laat ik niet meer zien. Dan heb ik nog een, nou ja, dat is niet af, maar die wilde ik wel af, maar voor Knit 2 Purl 2. Tada! De blauwe, ik doe eerst hem eentje hoor. De blauwe opalsok, waar ik 2 weken geleden mee begonnen ben. Echt waar, ik had hier zo'n zin in deze bol. Ik weet niet, die kleurtjes, ik ben helemaal niet zo, ja, weet niet waarom, van blauw. Ik vind blauw echt best wel mooi. Maar de hele tijd dacht ik, deze bol wil ik breien. Dus die zat al klaar vanaf september in mijn tasje. En ik ben heel blij dat ik hem heb opgezet, want hij breidt heel leuk op. In alle tinten blauw-grijs. Beetje met die hoek, met die stukjes en soort van ruitjesachtig. En dan weer een stukje gewoon. Nou, opal abonnementgaren was dit. Volgens mij was deze van... Ja, van de laatste, ik weet het eigenlijk niet. Nee, niet van de laatste, van de derde die ik kreeg dit jaar. In van juli. Sorry, ik weet het niet meer precies. Maar, en de tweede is natuurlijk ook bijna klaar. Want onze lieve Margeet, Geert Meet bij Geert, heeft ook een podcast. Superleuk, altijd heel gezellig bij Meet bij Geert. Zij is een blauwe deken aan het haken voor haar kleinzoon. En die is kleinzoon wel alleen maar blauw. En zoek ze dus blauwe restjes. Dus misschien heb je heel veel blauwe restjes en doe je daar niets meer mee. Denk even naar Greet. Neem het mee naar Knit 2 Purl 2 of anders stuur het op. Ik heb een heel stuk... Ja, ik kon het dus niet op tijd afkrijgen. Maar ik heb er al een heel stuk na sok 1. Heb ik een heel stuk ertussen uitgehaald voor Greet. Ik geloof iets van... Nou, ik weet niet precies hoeveel. 15 gram. Ze zei dat ze 12 gram nodig had voor 1 keer heen en weer.
Dus ja, ik weet niet zeker of mij dit lukt om deze week nog af te maken. Ik heb gisteren wel veel al gebruikt, maar ik weet niet. Ik was moe, ik schoot niet zoveel op. Dus deze is nog niet af. Greet, jij krijgt dat restje. Of een heel groot deel van het bolletje. En ja, een erg leuk kleurtje. Superleuk. Dus het is wel heel verrassend. Het opa-abonnement, soms zie je de bollen en dan denk je, Maar als je ze dan op gaat breien, is het toch wel heel verrassend. Als het goed is, komt er nog eentje aan dit jaar. En dan ga ik heel goed nadenken of ik het nog ga verlengen. Of dat ik het... Ik weet het nog niet. Het is wel toch wel heel leuk. Maar ik heb nog zoveel bollen nog niet opgebreid. Daar word je een beetje onrustig van. En dan denk je, ja, maar ik moet ze allemaal nog opbreiden. Dat kan ik haast niet eens. Want ik wil niet alleen maar opa bollen breien. Ik wil ook andere leuke bollen breien. Oh ja, dat is ook nog wel leuk. Ik heb ook een half-finished object nog. En dat is deze. Ja, sorry, ik spring van de hak op de tak. Deze van Vrouwtjes Wolboutique, waar ik mijn Habitation Throw van had gebreid. Daar heb ik ook een sok van de restjes gebreid. Beetje dezelfde volgorde. Deze teen moest er nog in. Dus van de week heb ik de teen erin gemaakt. En dan vind ik hem altijd, als de teen erin zit, dan denk ik altijd, oh wauw, wat leuk. Tweede staat wel... Nee, staat nog niet op de pennen. Had ik wel willen doen. Want meestal als de boord eenmaal gebreid is, dan ga ik sneller verder. Maar het is er nog niet van gekomen. Maar goed, dat gaat binnenkort wel gebeuren, want ik wil dit ook niet te lang laten liggen. Dus die heb ik ook eentje afgemaakt. En even kieken. Ja, dat was het waar ik al mee bezig was. Nee, ik heb er nog één. Wat jullie al eerder hebben gezien waar ik al mee bezig was. Dat is zitten. Dit is een leuke, schattige, lieve, kleine mini quilt bag van Mieke. Ik vind dit zo schattig. Ik zit nog steeds op de lange pennen. Ik heb de korte er al wel bij in. Waar heb ik ze? Alleen, ik ben er eentje kwijt. Eentje ligt nog steeds bij mijn zus onder de bank. Maar daar kom ik maar steeds niet toe om daar naar te zoeken. En die andere heb ik wel ergens, maar weet ik niet. Maar ik moet ze eigenlijk op die korte naaldjes zetten. Want dan kan dat tasje beter dicht. Nu heb ik die 20 centimeter naaldjes. Want daar past natuurlijk precies één bol sokkenwol in. Met korte DPN's wil dat prima. Ja, of je breidt Magic Loop of je breidt met kleine rondbreidnaaldjes, dan wil dat natuurlijk helemaal prima. Nou, deze, oeps, kijk, daar gaat er alweer. Deze bol had ik van de Truida gekregen. Onwijs leuke kleurtjes. Ja, het zijn eigenlijk echte Truida kleurtjes. Truida kleurtjes, leuk hè. Dus daar ben ik wel verder mee gegaan. Volgens mij heb ik het in een weekvlog laten zien. En er zit, ik heb net de steekjes opgenomen, volgens mij net één rondje gebreid naar de steekjes opnemen. En nu moet ik de spie gaan breien. De spie. Oh ja, vorige week zei ik, of twee weken geleden, ik zal opletten dat ik wat minder Engelse woorden gebruik voor de mensen die dat niet begrijpen. Maar het is gewoon wel heel moeilijk, want heel veel patronen zijn in het Engels. Heel veel breibegrippen, ja, snap ik dan sneller in het Engels. En dan is het ook heel... Ben je ook heel snel geneigd om dan het Engelse woord te gebruiken. Maar ik ga erop letten. Alleen vorige week had ik dat helemaal niet door meer. Met de vingerloze handschoenen zei ik de hele tijd fingerless mitts. Wel 100 keer achter elkaar. Toen dacht ik, oh Yvonne, zeg nou gewoon een keer vingerloze handschoenen. Nou, dat is. Dus sorry daarvoor. Voor de mensen die daar misschien dachten van, nou, de ene week zeg je dit en de andere week doe je dat. Dus deze staat ook op de pen. Dit is sok 1. Nou, hetzelfde recept doe ik altijd 3 bij 1 rib, 14 toeren boord, 14 centimeter in totaal voor het been. En dan ga ik aan de hielflap altijd beginnen. Ik ben helemaal van de hielflap in kleine hiel en spie. Dat vind ik nu het allerfijnst. Ik vind dat ook de sok het beste pasvorm heeft. En dus dat is wat ik op het moment heel veel doe. Tenzij je een sok inderdaad bij de teen moet beginnen, omdat je de bolletjes verdeeld hebt. En dan weet je nog hoeveel je nog hebt om die hele sok af te breien. Dus dat is ook een sokwip. En toen dacht ik, oh ja, ik wil even niet te veel nieuwe dingen opzetten. Maar ik kon het toch niet laten. Dus ik heb van de week wel wat nieuwe dingen opgezet. En dus onder andere, ja, dit leuke tasje kregen wij van Shores. Zij staat op Etsy. En zij verkoopt hele leuke strengen sokkenwol en gewone strengen van die soksets. En dan kun je dan gewoon elke maand kopen. En dit, in de maand oktober kregen we dit tasje erbij. Er zit altijd een extraatje bij.
En ja, het is zo'n leuke streng. En ik had er gewoon zin in om die op te zetten. Dit zijn dus allemaal herfstkleuren. Maar ik vind het ook wel een beetje kerstig. Dus ja, ik dacht, Yvonne, hup. Het voordeel is wel als je een streng hebt en je hebt hem nog niet een bol van gemaakt, dat je dan ook niet zo snel hem opzet. Want ik vind dat helemaal geen leuk werk meer, dat opwinden van die strengen. Heel vaak gaat het bij mij in de knoop. Maar ja, dit is geen 100 gram streng. Volgens mij is dit 70 gram. En dan heb je twee minis erbij. Maar die ene mini die heb ik al weg op mijn bord hangen. En dan deze is voor de boord. Hielen en tenen ga ik doen, denk ik, ja. Maar dat je hem dan ook niet zo heel snel opzet. Maar goed, ik dacht zondag, nou ga ik het doen. Zondagochtend heb ik hem vrij snel uit bed gegaan. Ik heb hem opgebold, laat maar zeggen. En dan heb ik hem opgezet. Ja, ik ben nog niet zo heel ver. Nou, hetzelfde recept. 64 steken, naald 2,25. 14 rondes boord en dan gaan we lekker verder met het been. Dus heel erg leuk. Ik heb ook de November Club. Die heb ik nog niet laten zien. Als je die wilt zien, drie kleine schaapjes op YouTube en op Instagram. Jennifer heeft ook een podcast. Als jij haar nog niet kent, ga haar vooral volgen. Want zij breidt ook heel veel sokken. Zij kan heel snel breien. Ze heeft heel veel wol. Het is echt heerlijk. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. En Jennifer is ook gewoon heerlijk haarzelf. Ik vind haar filmpjes heel leuk om te zien. Dus Jennifer, dat doe je heel goed. Want nou, ik ben fan. En ik weet van een aantal meer mensen dat ze het leuk vinden om naar jou te kijken. En ik vind het vooral heel leuk omdat jij ook heel veel sokken breidt. En ik natuurlijk ook. Ja, we zijn wel een beetje hetzelfde, denk ik. Soms denk ik gewoon, ja, ze was ook schoonheidsspecialist. Dat was ik ook ooit. Ik denk, oh, een beetje herkenbaar allemaal. Door haar heb ik dus deze streng gekocht bij Sjors op Etsy. Want zij was daar al. Marieke is zij trouwens van Sjors. Zij was daar heel de tijd strenger van aan het laten zien. En toen was ik ook geïnfluenced. Toen dacht ik, ja, ik ga ook eens even kijken. Nou, het is echt heel betaalbaar. Nou, ga vooral kijken bij Marieke bij Sjors. Dus ook op Instagram heet zij Sjors. En je schrijft dat met een 7. Dus de J is dan een 7 op de kop. De J op de kop. Dus Marieke heb ik ook wel eens af en toe contact mee. En nou via Insta. Dus echt beide, Jennifer en Marieke, jullie doen het hartstikke goed. We zijn ja, helemaal blij. Ik ben helemaal blij met jullie. Maar goed, ik heb dus de November Club ook gekocht. Maar die laat ik dan op een ander moment wel zien. Want Jennifer heeft het ook allemaal al laten zien. En anders wordt het ook allemaal zo'n dubbel. Ik heb de December Club niet besteld. Omdat ik heel veel andere dingen heb. En ik denk, ja, je moet wel cursus maken. Het kan niet allemaal en. Want dan wordt het zoveel. Ja, want je wilt hem toch opbreien dan. Hè? Dan denk je, ja, ik heb nou die. Tuurlijk kun je het ook laten liggen tot volgend jaar herfst. Maar ja, ik heb dan toch wel een beetje zoiets van, ik wil er een keer aan beginnen. Dus superleuk. Beide superleuk. Als het lukt. Ja, ik beloof dat altijd, maar dat lukt dan niet altijd. Moet ik even opschrijven. Zal ik het even linken? Beiden even linken in de beschrijving. Dus Jennifer van Drie Kleine Schaapjes. Dat is dus de podcast en Instagram. Die kun je gaan volgen of abonneren. En Sjors is dan van de Streng en Wol op Etsy. Ik weet niet waarom, het lukt mij nooit om Etsy te linken. Maar goed, dan kan ik in ieder geval haar naam in mijn beschrijving zetten. Dan kun je het lezen en dan kun je het zelf googlen, eventueel. En dan vind je het vast. En misschien ken je ze al lang, dat kan ook. Nou, dat was dat. Ja, toen had ik ook weer zin. Ik miste toch een beetje. Ik merk uit mezelf dat ik het heel leuk vind om sokken te breien. Dat is natuurlijk een kleiner werkje. Dat neem je makkelijker mee. Leg je ook makkelijk weg. Want ik kan nu inmiddels zo makkelijk sokken breien dat, ja, waar ik ook ben in het patroon of patroon in de vanilla sok, want dat is wat ik meest doe. Ik ga het zo weer oppakken en ik weet wat ik aan het doen ben. Nou, ik ben de Pinguono aan het breien van Steve West, maar dat laat ik zo zien. Maar ik miste dan toch weer een sjaal, waar je van die lange stukken heen en weer breidt, waar je niet zoveel bij na hoeft te denken met een fingering weight garen. Dus een 4-ply, hoe zeg je dat in het Nederlands dan?
een sokkendikte garen. Dat vind ik het fijnst om te breien, op maal 3,5. En toen zag ik dat Steven West had een nieuw patroon, de Barcelona Breeze Shawl. Oh, ik vond hem gelijk heel leuk, met eyelets en mohair zit er volgens mij in. Dus ik was al bijna geneigd om die te kopen. Maar toen zag ik hem, hoe die dan opgebreid wordt, laat maar zeggen, qua model. En toen zag ik dat het eigenlijk heel leek op een patroon wat ik al had en wat ik vorig jaar heb gekocht. De Painting Stripe Shawl van Steven West. En toen dacht ik, ja, van, dan ga je niet die nieuwe kopen. Dan ga je gewoon nou maar eens even die ene breien wat je het hele jaar al wilt. Dus ben ik gaan opzetten. Nou, ik heb gekozen voor alpaca garen. Dropse alpaca, omdat ik dat heel fijn breien vind. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het is heel glad garen. Het is niet zo fijn breien. Maar het is heel fijn in het dragen. Ik ben echt fan van die sjaals, die VU's die ik heb gebreid voor alpaca. En ik had nog heel veel daarvan. Had ik daar nog heel veel van op voorraad. Ik wilde er niks nieuws voor kopen. En ik wil een sjaal in zwart, grijs. Ja, nou, ik zeg niet 50 tinten grijs, maar een aantal tinten grijs met zwart. Dus een beetje zo moody. Ja, daar wil ik de hele tijd aan. Doe ik steeds niet. Toen had ik van de week al bijna de neiging om weer een VU op te zetten. Daar was ik ook al mee begonnen. Toen had ik een te dikke naald. En toen dacht ik, nee, toen dacht ik dus ineens aan dat patroon. Ik dacht, nee, van je moet die doen. Nou, het is gelukt, jongens. Ik heb hem opgezet. Nou, die leeft in deze onwijs leuke tote bag van Hobbybags. Die had ik ook bij Inge gekocht toen we op de ontmoetdag waren. Had ze die voor me meegenomen. En eerst dacht ik, oh, dat is een leuk tasje voor boodschappen. Maar hij is toch een beetje smal en ik dacht ook, dat is veel te jammer voor, boodschappen zijn altijd vies en nat. En toen zei Fleur, die zat naast mij, die zei, ja, dat vind ik jammer, dan ga je toch gewoon niet je sinaasappels in vervoeren. Dus toen dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk. Kijk maar, er zit een heel leuk stofje ook aan de binnenkant met witte madeliefjes, is dat, ja, hè? Dus Yvonne heeft de Painting Stripe Shawl opgezet. Nou, patroon had ik al. Ik zal het ook het patroon linken. Het is eigenlijk ook weer super simpel, want ik dacht, dit kan mooi mee naar Knit to Purl toe als breiwerkje. Dan kan ik gewoon lekker heen en weer breien. In de vier rijen doe je alles met afrecht, recht en afrecht. En die andere rij doe je dus alles recht. Dus dan krijg je elke keer zo'n ribbel. Nou, dat geeft dan zo'n heel, vooral met alpaca, dat wordt dan straks helemaal zo'n lekker structuurtje. Nou, ik brei nu eerst één hele punt en daaraan ga je weer steken opnemen. En dan brei je heel veel heen en weer volgens mij. En dan ga je panel 3 weer allemaal steken opnemen. En dan kun je kiezen voor die painting stripes om allemaal verschillende tussenkleurtjes te doen. Maar ik doe dat dus allemaal met grijs. Ik denk dat ik per panel een andere kleur grijs kies. En misschien ook nog een keer... Ja, ik heb ook deze nog. Dat ik toch een keer een heel panel met wit en zwart doe. Maar dat weet ik nog niet of dat doe. De basiskleur is dus zwart. Want je moet een basiskleur en dan kun je die tussenliggende kleuren kun je allemaal zelf bedenken. Best gaaf, hè? Ja, helemaal gaaf. Dus super makkelijk. Pen 3,5 van Chaigoof, mijn vaste naalden. Dit is wel de meest gebruikte maat, denk ik, 3,5. Want ik had hem eerst op 4 opgezet en hij was te los. Alpaca breidt sowieso meer uit dan, ander garen, vind ik. Dus het begin is gemaakt. Nou, we gaan zien hoe lang ik erover doe, ik weet het niet. Het kan heel snel gaan soms en het kan ook heel lang duren, maar dat maakt helemaal niet uit. Ja, welke grijsjes heb ik dan nog meer? Dit heb ik nu volgens mij. En dan heb ik nog een... Dus dezelfde. Dus die witte. Ja, oh ja, deze. Die anthraciet. En dan dus dit drie. Dit is het denk ik wel wat zwart. Dit. En dan dacht ik dat ik nog een grijze had. Maar die had ik dus niet. Oh wel. Ja, toch wel. Deze. Deze lichtgrijze. Dus dit wordt dan met zwart. Drie kleuren grijs met zwart. Maar ik denk, hier heb ik er maar eentje van. Dus ik denk wel dat ik er dan nog weer eentje bij moet bestellen. Maar dat kan altijd. Drops alpaca, ja, is wel echt toch wel mijn favoriete garen.
Het is ook heel betaalbaar. Meestal is het in december ook nog weer in de aanbieding. En ja, dit is alpaca mix. Je hebt twee soorten. Je hebt de gewone en de mix. En de mix is een beetje, ja, zie je een beetje donkere en lichtere kleurtjes in. Dus ja, en deze heeft dat ook. Heel erg fijn gaan. Echt, ik vind het echt een aanrader. Het breidt dus wel wat gladder. Eigenlijk is het beter om dit te breien op houten naalden. Het kan wel zijn dat ik dat ook over ga zetten. Op houten naald van KnitPro heb ik van die Symphony. Want dat is ietsjes minder glad. Deze zijn zo glad, moet je echt soms oppassen dat hij niet de hele, dat hij er niet helemaal uitschiet. Maar goed, dat is dus mijn nieuwe cast on. Mijn nieuwe opzet. Mijn nieuw opgezette project. In dit leuke, hele leuke tasje met Frida Kahlo erop. Helemaal leuk. Ja, dat. En dan hebben we nog een groot breiproject waar ik... die had even 2 weken stilgelegen. Dat kwam door... Oh ja, kwam door die gele sjaal, want die wilde ik afmaken. Mijn Pinguono van Steven West. Ja, onwijs leuk breiwerk. Het leukste aan dit is dat je alle soorten garen bij elkaar kunt doen. Het hoeft niet. Ik probeer ook hier heel veel alpaca in te gebruiken. Omdat ik daar nou eenmaal heel veel voorraad van had. En ik had eigenlijk niet zoveel zin om weer wat nieuws te kopen. Ik wil daar gewoon wat mee doen. Dus ik ging beginnen. Dit is het achterpanel. Dat moet je breien in gerstekorrelsteek. Dat doe je, ja, ik deed daar best wel lang over, want je moet natuurlijk continu de draad heen en weer halen. Dan ga je die bumpers breien. Nou, ik noemde ze voor een beetje specie-achtig, vind ik het. En dan ga je vanuit daar eerst breien dan... Dan moest je eerst deze kant doen. Eén panel en dan doe je een waist yarn erin of een draadje erin, zodat je de steken op de naald houdt of op het draadje houdt. En dan doe je datzelfde aan de andere kant. En vanuit daar, van die andere kant ga je gelijk doorbreien. Nou, dat wordt helemaal uitgelegd in het patroon hoe dat dan moet. Heel duidelijk, heel simpel, want je breidt eigenlijk de hele tijd heen en weer. En dan ga je weer steken erbij opzetten. En dan, nu ben ik bij de minderingen aan de bovenkant. Dat wordt dan zo'n V-hals. Ja, en dan hoe het verder gaat, ja, dat lees ik gewoon stapsgewijs. Soms denk ik nog wel, oh, ingewikkeld, oh... Of welke kleurcombinatie doe ik nu dan weer? Dus het is, je kunt ook kiezen om hem in één kleur te doen natuurlijk. Of nog een kleurcombinatie terug te laten komen. Maar omdat dit ook wel veel dingen zijn waar ik niet zo heel veel meer van heb. Ja, wordt het, ja, dit is wel een lichte vlak. Ik dacht, is dat dan wel mooi? Maar ik denk als het geheel straks helemaal klaar is. Dat het een heel, heel lekker vestje wordt. En altijd makkelijk overal over aan. Want thuis heb ik dus heel vaak van die truitjes aan met lange mouwen. En ja, is het gewoon heel makkelijk om dat er dan overheen te doen als je het koud hebt. Ik laat niet zien wat ik allemaal door elkaar hier in die tas heb. Oh ja, deze moet dus nu naar die andere tas, want dit tasje is nu te klein. Ik heb alle Quilting Mieke tasjes in gebruik. Dus deze gaat nu naar die grote en die grote moet ik leegmaken eerst. Maar dat is er nog niet van gekomen. Dus dat is de Pinguono. Van Steven West. Nou, heel veel mensen hebben hem denk ik al ooit gebruikt. Ik zag al een aantal mensen die ik op Insta volg. Hoe heet zij? Oh, ik haar naam even niet meer. Dutch Silence, oh ja. Die had hem ook pas gebruikt. Die had hem al klaar. Ja, ik weet niet hoe lang ze erover gedaan heeft. Dus dat is wel leuk om te zien. Ik ga dan altijd even zoeken op Instagram. Naar de hashtag. Wie hem allemaal gebruikt hebben. En dan kun je ook zien de kleurcombinatie. Is echt heel leuk. En het is niet te geloven, maar ik heb het even warm. En het is 1 graad buiten of 2. Nou, dus daar heb ik aangebreid. En dan heb ik alleen maar aan... Dat is nu mijn ochtendbrei. Dat doe ik nu even... Als ik 's morgens wakker word na mijn ontbijtje. Even bij met een vlagje. De... Oké, hoor. De Cozy Comfort Throw. Nou ja, ben ik ergens dit jaar mee begonnen. Ik weet niet meer precies wanneer. Misschien wel nieuwe jaar. Dat kan best. En ja, allemaal restjes of minis van handgeverfd garen zit hierin.
De regel is dat hier ook handgeverfd garen in moet. Dus ik heb heel veel minis. Krijg natuurlijk straks de swaps. Als daar dus handgeverfd garen in zit, ga ik het in deze dik verwerken. En ook minis die ik zelf al heb. Deze groeit mooi. Ik heb, ik heb er een steekmarker aan gedaan. De laatste keer dat ik het jullie liet zien. Oh, hier. Heel klein beetje nog maar. Dit heksje. Heel klein heksje. Zoals volgens mij kunt zien. Op een bezemsteel. Oh, wat leuk. Dus dit, vanaf daar heb ik het gebreid. Het zijn hele lange stukken. Ik heb gedaan wat het patroon zei. Ik weet niet precies hoeveel steken uit mijn hoofd. En het is gewoon heen en weer recht breien. Dus super lekker. En ik doe het volgens mij pen 5,5. Maar dat kan je dan ook weer niet lezen, hè. 5. Oh nee, ik lees nu 5. Dus de Cozy Comfort Throw. En dat doe ik mee met de hashtag Cozy Comfort Knit van Adriella. Nou, ik weet niet zeker of ik het goed zeg. Zij heeft een knit-along, soort van mee. Kun je allemaal gezellig meebreiden met je dekens. Dus dit heb ik ook aangebreid deze afgelopen 2 weken. En dan had ik bedacht dat ik van, ik heb dus best wel veel swaps. Ik had er, ik denk, hoe vaak trok ik weer? Ik had er 4 en dan een handgeverfd garen van Heksenkarn. En toen kreeg ik van de week een berichtje van Vreubeltje Hobby. Zij zegt, Yvonne, zou je het leuk vinden om met mij nog een mini kalender te swappen? Dus toen dacht ik, ja, dat is echt best wel leuk. Maar ik zeg, hoe zie je dat dan voor je? En toen had ze het in eerste instantie over 12 bolletjes en 12 kleine cadeautjes. Maar ik dacht, ja, 20 bolletjes lukt mij wel. Maar 12 kleine cadeautjes, ja, dat is wel veel. Ik denk niet dat mij dat lukt. Want ja, ik had geen tijd meer om erop uit te gaan om daarvoor, dat het een beetje last minute was. Dus toen stelde ik voor, nou, zullen we dan 20 bolletjes ruilen en 4 kleine cadeautjes? Nou, dat was goed. Dus dat hebben we vrijdag, volgens mij pas vorige week vrijdag afgesproken. En het pakket komt als het goed is woensdag, dus vandaag bij haar aan. En morgen, als jullie dit zien, heeft ze het denk ik al. Nou, ik vind wel zelf dat het heel leuk is gelukt. Oh ja, we hebben bolletjes geswapt van 5 gram. 5 tot 6 gram. Want dat is meer dan voldoende voor een sok. Zij wilde daar sokken van breien. En ze had het erover dat zij heel veel kerstsokkenbolletjes had. Dat ze voor mij een soort van volgorde bedacht had voor een kerstsok. Dus ik ben heel benieuwd. Heel leuk. Dus Yvonne heeft ineens 5 swaps. Hoeveel? Oh nee. 5? Nee, echt? 3 had ik het toch? Nee, dit is de 4e. Ik weet het niet meer. Marianne, Ineke, Truida en nu Vreubeltje Hobby. De 4e. En aan Heksegaan is de 5e. En dan ga ik van die andere bolletjes, die van Truida, ga ik ook sokken, adventsokken van breien. En aan die andere bolletjes van alle andere swaps ga ik van handgeverfd. Komt dus hierin. En als het niet handgeverfd is, dan ga ik een habitation throw weer opzetten. Want dat dekentje is toch wel erg leuk. En dan ga ik van alle restjes een habitation throw breien. En dat hoef ik niet per se allemaal in december te doen hoor. Ik ga het in december opzetten. En dan zie ik wel wanneer die klaar is. Maar het leuke is wel als ik dan die bolletjes open. Dat ik dan gewoon kan kiezen. Oh, nou, ik ga vandaag 10 gram wegbreien. En dat is wel te doen per dag. En dan ook nog aan mijn sok en aan de andere sok. Dus ik dacht, zo had ik het een beetje bedacht. Ja, en dan deze in de ochtend. Dus ik 4 breiprojecten. Dus waarschijnlijk ga ik de Pinguono en al die andere dingen. Nou, weet ik ook niet. Ik wou zeggen, stil laten liggen in de adventperiode. Maar we gaan het zien. Ik heb wel zin om die habitation throw op te zetten met restjes. En dan, nou ja, deze staat al op te pennen, dus dat is heel makkelijk. Ja, en 2 adventsokken, dat moet toch ook lukken? Ja, dat lukt wel. Dus dan heb ik 2 paar sokken, 2 paar dekens waar ik aan ga breien. Ja, en alles wat over is, dan kan ik dan later nog weer verwerken in andere restjesprojecten. Oh, water toch lekker, hè? Ik kan niet zonder water, dat is ook helemaal. Nee, ik drink heel veel water en koffie. Dat is eigenlijk het enige wat ik drink. Heel af en toe een sapje.
Dat was het voor de breierij. Ik heb nog één ding vergeten te pakken. Dat ga ik nog even doen. En dan kom ik zo terug. Ja, daar ben ik weer. Ik had... wat heb ik? Heb ik iets gekocht? Ja, ik heb iets gekocht. ik zat al heel lang te kijken bij Crealine Design. Die had de hele tijd van die mooie, echte... Ja, dat vond ik echt van die... Hoe heet het? Colorway nou? Christmas Cookie. Die zag ik heel tijd voorbij komen op Instagram. En ze had een verkoopmoment. En ja, ik weet van anderen dat zij altijd heel snel is uitverkocht. Dus... Maar goed, we waren de hele tijd zitten kijken en toen dacht ik, ja, daar wil ik wel mijn wekker voor zetten. Volgens mij was dat vrijdag 8 november uit mijn hoofd. Maar toen kwam mijn vriend langs. Precies op dat tijd, dat 8 uur zou het online gaan. Toen kwam hij koffie drinken. Toen dacht ik, ja, nou ja, jammer dan. Dan heb ik hem maar niet. Maar toen ging ik toch een kwartier later, toen zaten we televisie te kijken. En hij was gewoon aan televisie aan het kijken. Ik dacht, oh, ik ga hem op mijn telefoon. Toen heb ik toch een streng bemachtigd. Hoe leuk. Ik vind dit zo mooi. Ik vind het bijna zo mooi om op te gaan breien. Dus dit is mijn... ik koop wel vaak cadeautjes voor mezelf. Want je moet zelf je leven leuk maken, heb ik gezegd. Maar dit is toch echt wel een cadeautje aan mezelf voor kerst. Maar ik vind het zo mooi. Ik vind het ook zo mooi eruit zien. Zo opgedraaid in die streng. En dan ook weer dat gele strengetje met glitter erbij. Dat ik bijna denk, ik ga deze nog niet breien. En dat is niet omdat ik het niet mooi vind, maar dat is omdat ik hem te mooi vind. En ik al genoeg heb in december. Maar ik ga deze skein echt in bewaren en ga ik er echt van genieten. Naar kijken en dan pas als ik het voel, dan ga ik hem ooit breien. Dus dit is mijn eerste keer dat ik iets heb gekocht bij Crealine Design. Zij staat ook op Instagram en... ja, dat is van het zelfstrepend garen. Dat vind ik zo mooi. Dat zie je ook heel vaak in andere podcasts. Dus die heb ik mezelf cadeau gedaan. Hoe leuk. Ja, heel mooi. Kijk, oh ja, zo is dat mooi om te zien. Ik ben ook wel heel benieuwd hoor, als je hem opbreidt hoe dat zit. Er zit van dat mooie bruin in. En ja, ik heb natuurlijk die foto wel gezien. Ik heb met glitters. Oh ja, dat vergeet ik te zeggen. Je kon kiezen tussen... Speckles, die had ik ook wel graag gewild, maar die was dus al wel uitverkocht. De gewone en met glitter. En toen dacht ik, ja nee, ik wil met glitter. Dus deze mooie streng heb ik gekocht, heb ik mezelf cadeau gedaan. Maar wanneer ik hem ga breien, weet ik nog niet. Dus dat. En ik had een, ik ben echt natuurlijk een verslaafd aan project bags. Op het moment ben ik niet in staat om achter een naaimachine lang te zitten... om ze zelf te maken. Dat komt echt door mijn rugklachten. Dat vind ik wel heel jammer, want ik heb gisteren nog een paar leuke kerststofjes gescoord in de Terre des Hommes. Ga ik nu niet pakken, want ik weet niet waar ze liggen. Ja, die liggen nog in mijn tas. Maar dan ga ik jullie met Vlogmas wel laten zien. Dus ik zat wel te denken om met Vlogmas een keer met jullie een tasje te gaan naaien. Dan ga ik niet een hele tutorial doen, maar... Gewoon voor de gezelligheid. Dus ik wil wel van die kerststofjes iets gaan maken tijdens Vlogmas. Maar ik zat te kijken bij... ik zit heel vaak s'avonds als ik moe ben en klaar ben met alles... zit ik op Etsy te scrollen. Dat is een beetje verslavend wel, moet ik eerlijk zeggen. En toen kwam ik deze leuke tas tegen van Jo-Janneke Maat. Zij staat ook op Instagram. En ik weet niet, ik vond deze zo leuk. Het is meer... Ik moet wel zeggen, het is een project bag of toilettas, maar het geeft mij een beetje een toilettas gevoel. En misschien ga ik hem wel inderdaad gebruiken als toilettas, dat ik hem dit weekend meeneem. En daar allemaal prutten in doe. Maar goed, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik vind dat wel jammer als je hem gebruikt als toilettas, dan wordt het heel vies altijd van binnen met de make-up knoeierij. Dus Jo-Janneke maakt ook op Etsy en Instagram. Heel erg leuk tas, betaalbaar en zij maakt ook wel eens van die etuis, die vond ik ook heel leuk, alleen ik vond die stofjes niet zo heel leuk. Tenminste qua kleur niet voor mij. Nou, ik heb er even in gedaan voor de vulling, maar er zit verder niks bijzonders in. Dus die heb ik ook mezelf gegeven. Helemaal leuk. Nou, moet ik dan nog die stofjes even laten zien, die kerststofjes? Ja, ik kan het nog wel heel veel doen. Ja, ik heb ze toch even opgehaald. Nou ja, deze twee kietje kerstappeltjes. Ik vond ze zo schattig.
20 cent per stuk. En ook van die stoffen, ja, uit de jaren 80 maakten we die. Dit zijn kerstappeltjes, dus ja, helemaal leuk. In plaats van pompoentjes, kerstappeltjes. Dus deze heb ik gekocht. Er was een mandje bij. Die heb ik er ook bij gekocht, maar die zit dan nog in mijn fietstas. Dan hadden we een bundeltje kerststofjes. Dat zijn van die, ja, ik denk ook wel quiltstofjes. Allemaal leuke. Ik weet niet hoe groot ze zijn. Ik kan wel even kijken eigenlijk. Dat was €1,20. Nou, dat is gewoon geen geld. Ik dacht, ja, dat moet ik wel doen. Want dat vind ik leuk. Dan ga ik dus wel in de vlogmasperiode misschien wat met jullie mee doen. Nou, ik pak er even één uit. De stukjes zijn... Oh, dat is wel groot. De lapjes. Nou, daar kunnen we vast nog wel iets leuks... Ik denk dat ik wel een leuk kersttasje dan ga maken. En dan misschien wel met meerdere stofjes. Dus die. En dan hebben we nog een zakje. Dit zakje. Daar zit nog een kerst. Staat bij de quiltnaald. Komt van de quiltnaald. Is dat een bedrijf? Winkeladres. Ik kan het niet lezen, Brille. Nee, ik weet niet. Ik kan het niet lezen. Maakt niet uit. Het zijn 8 lapjes, 15 centimeter bij 27. En dat zijn deze allemaal. Leuk, hè? Ja, daar kon ik ook niets laten liggen. Het is heel gezellig druk in het winkeltje. Ja, die hun zijn op maandags dicht. Dus dan gaan ze op dinsdags open. Nou, dan ben ik er al niet gelijk. Ik sta niet gelijk voor de deur, maar anderhalf uur later ben ik er altijd. En ik scoor daar de leukste dingen. Oeps. Ja, kiek. Dat was wel grappig. Oh, deze is ook leuk. Beertjes. Nou ja, deze zijn wel wat kleinere stukjes. Dus daar zal je dan meer inderdaad zo'n quilttasje van moeten maken. Met vakjes allemaal aan elkaar naaien. Maar dat zien we dan wel weer. Of dat lukt. Ik weet echt niet of het lukt. En dan deze ongelofelijke kietje. Kussenhoes voor 30 cent. Dus die ga ik met kerst gewoon op een ander kussen doen. En dan heb ik even een leuk kerstkussen. Dit is niet heel groot trouwens. Maar daar heb ik vast wel een kussentje voor. Dus dat kocht ik dan. Maar het was wel grappig. Ik had contact met een van de kijkers. Ik weet even haar naam niet. Zij was een dagje naar Deventer geweest. Naar Dol op Wol. En toen zegt ze. Oh, ik heb ook nog over gedacht om naar Hengelo te gaan. In plaats van Deventer. Jij hebt al zulke leuke kringloop. Jij scoort al zulke leuke dingen bij jullie kringloopwinkels. En toen zei ik al tegen haar. Ja, dat is wel heel leuk. Ik zei, maar die kringloopwinkels zitten niet in het centrum. Het goed zit echt... Ja, op een industrietreintje, dus daar kan je denk ik niet eens komen. Ja, dan moet je met de bus. Of je moet een OV-fiets gaan huren, dan kan dat wel. En het Terre des Hommes zit ook weer in een andere wijk. Tuurlijk kun je dat googlen, hè. En als je dan een OV-fiets zou huren, ja, dat zou het nog wel kunnen. Ja, of je gaat dan met de bus, maar dat is niet ideaal. Het zou wel kunnen. Je zou wel vanaf de stad bijvoorbeeld met de bus richting... Nee, richting Weerslo kunnen gaan. Maar dan moet je dus wel weten waar je eruit moet stappen. Ik weet niet, dat doe ik nooit. Die buslijn gebruik ik bijna nooit. En je kan... de buslijn... Rijdt hij nog wel over Klein Drine? Daar reed vroeger ook een buslijn. Maar volgens mij rijdt hij daar helemaal niet meer. Dus dat is... dat is wel leuk, was wel leuk bedacht. Maar goed, dat is misschien alleen te doen als je een OV-fiets hebt. Want ik kom niet zo heel vaak meer in het centrum. In het centrum van Hengelo heb je natuurlijk ook wel heel veel leuke dingen en winkels. Maar geen kringloop. Ja, eentje. Er zit eentje achter het station. EHB. En die is, vind ik ook wel leuk. Maar die is vrij... Ja, ligt een beetje aan. Ik wou zeggen prijzig. Maar die is dan wel achter het station, achter Metropool. Dus daar kun je nog wel... komen, lopend. Maar die andere twee moet je dan echt... Daar zou je een OV-fiets moeten huren. Dus dat is wel grappig. Ik vind het wel grappig dat mensen dan naar Hengelo komen om dat soort dingen te doen. Hengelo of all places. Maar goed, zo gaat dat dan. Hè? Zo influence ik jullie. Nou, inmiddels is hier een hele zooi op mijn bed. Want hiernaast is mijn bed. Het is vijf... Ik zit al bijna 55 minuten te kletsen. Het lukt elke keer weer. Ik heb heel veel zin in zaterdag. Nou, wat ik al zei, ik kan eigenlijk niet wachten. Morgen donderdag
Als dit filmpje online komt, ga ik mijn koffietje ophalen en dan ga ik hier op mijn bed zitten. En ga ik echt kijken, wat moet ik allemaal meenemen? Ik ben meer van het travel light, maar ja, dat wordt een beetje lastig. Wat dingetjes meenemen. Maar goed, ik ga we zitten in een hotel, dus ik kan een koffietje, een rolkoffietje meenemen. Met Roel. Oh Roel, ik heb super veel zin in. Ik hoop jij ook. Nee, daar hebben we al contact over gehad natuurlijk. En nou, mijn grootste wens is dat, ja, dat ik met Jana van Finnish Knitting Stories, een selfie kan maken. Dat is mijn grootste wens. En natuurlijk met haar ga zitten breien en met alle anderen, want ik ben natuurlijk niet alleen. Dat begrijp ik heel goed. Maar dat is wel een grote wens. Ik hoop echt dat dat lukt. Gewoon een selfie met Jana. Hoe leuk dat je, ja, dat zij daar ook is. Dat vind ik echt heel bijzonder. Knitting Traditions en Van Lerken vind ik ook leuk dat die er zijn. Maar ik vind het leukste dat Jana er is. Ik denk ook dat het extra zo gepland is dat Jana aan het eind van het programma zit. Met het interview. Om de mensen zo lang mogelijk bij het festival te houden. Dat denk ik. Ik weet niet of dat zo is. Maar ja, heel erg leuk dat Jana komt. Dus ik hoop echt dat er niks in haar familie gebeurt. Waardoor ze misschien toch op het laatste nippertje niet zou kunnen komen. Heel wat spannend. Maar ik vind het ook heel leuk als jullie met mij op de foto willen. Mag dat natuurlijk ook. Lekker veel selfies maken en alles lekker delen op Instagram en Facebook of waar je maar wilt. Want dat is toch het leuke aan dat soort dingen. Hè? De dag zelf beleven is heel leuk, maar het is ook zo. Ik vind het altijd ook heel leuk om dat dan in mijn stories te delen. En ja, omdat je daar gewoon blij van wordt. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten. Dat geldt ook voor mede-podcasters en ja, mensen die ik via Insta ken. Ja, superleuk. Ik denk ook wel dat het heel overweldigend zal zijn op sommige momenten. En misschien ook wel momenten, dat had ik namelijk ook op de breidagen, dat sommige mensen van tevoren tegen mij zeiden, oh, ik ben er ook die dag. En dan was ik ze helemaal niet tegengekomen. En ik heb dat toch echt op die breidagen toch wel. Tot een uur of vier ben ik daar geweest. Dus ja, voor hetzelfde gebeurt dat ook op Knit to Purl toe. Dat je toch elkaar heel te misloopt. Dus als je de VU hebt gebreid. Nee, dat is dan wel de VU-foto. Kom om 13:30 naar de steeg waar Truida staat met haar caravan. En dan gaan we met z'n allen op de VU-foto. Ja, en verder, ik ga gewoon genieten die dag. Genieten van alles wat we kunnen doen. Kletsen, breien, dat is de hoofdzaak. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die wat gaan verkopen. Dus daar gaan we natuurlijk ook lekker langs heen. Ja, dingetjes bekijken, ik weet het niet. Heel veel zin in. Volgende week is de weekvlog. Nou, ik ga natuurlijk wel dingetjes filmen. Ik neem aan dat dat gewoon mag. Want volgens mij zei Sarah dat ook. Deel het gewoon. En ga ik proberen om dat voor volgende week in de weekvlog te doen. Voor de mensen die niet konden komen of niet wilden komen. Dat weet ik niet. En misschien vind je er helemaal niks aan. Denk je, ja, hou maar op te zeuren. Maar voor de mensen die dat wel leuk vinden, ga ik stukjes filmen. Ik hoop dat het lukt. Nee, dat lukt me wel. En dan zie ik wel wat het wordt. Dan komt het sowieso in mijn weekvlog volgende week. Donderdag. En dan is het bijna advent. Nou, dan gaan we daarna hebben het verder over de advent. Nou, ik ga ermee stoppen. Daar zit ik net onder een uur. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Een leuk commentaar is altijd welkom. En ik lees het allemaal. En ik zie jullie allemaal op Knit to Purl to. Doeg!